met Hilde Jans. Welkom allemaal, dit is weer een nieuwe aflevering van Hilde. En vandaag hebben wij aan tafel Teun Geers en Loran Everaert. En zij komen beide iets vertellen over klank op de bank. Welkom allebei, wat fijn dat jullie er zijn. En nou, jullie zijn allebei lid van de Volharding volgens mij. Klopt. Ja. Hoe lang ben jij al lid? Ik ben lid geworden toen ik 8 was, denk ik. Eerst begon al blokfluit, vanaf de basisschool is dat dan. En toen na een jaar de overstap gemaakt naar trompet. Jarenlang trompet gespeeld en veel verschillende orkesten afgegaan. En nu speel ik euphonium en tuba vooral. Euphonium, dat is? Ja, dat is de kleinere versie van de tuba eigenlijk. Okay. Ja, dus je bent eigenlijk altijd bij de blaasinstrumenten. Ja, klopt. Ja. Ja. En jij, Loran? Ik ben toen ik... Ik denk 13 of 14 was bij Volharding gekomen. Ik heb daarvoor een jaar op middelbare school een project gestart op trompet. En nou ja, vanuit daar doorgestroomd naar Volharding. En inderdaad, ja, ook verschillende orkesten afgegaan. Speel nu trompet bij de harmonie. Jullie zijn allebei een onderdeel van de werkgroep Klank op de Bank. Ja. Klank op de Bank, vertel, wat houdt het precies in? Ja, het was al vrij snel duidelijk dat we dit jaar niet de gewone orkesten konden gaan organiseren zoals we normaal doen. Dus, Volharding heeft elk jaar in de zomer een groot concert. Dit jaar zouden we bijvoorbeeld met Bevrijdingsdag een concert geven. Maar ja, in het begin van de maatregelen mochten we niet eens repeteren, dus toen hebben we heel lang stilgelegen. Dus het was al snel duidelijk dat dat niet door kon gaan. Ook een jaarconcert met publiek, dat is geen optie eigenlijk. Dus we zijn al snel gaan nadenken over een alternatief concert wat we konden gaan organiseren, zodat we in ieder geval nog met de hele vereniging muziek kunnen maken en ergens naartoe kunnen werken. Ja. Dus zijn we op het idee van Klank op de Bank gekomen om een online uitzending te maken eigenlijk. Dus de orkesten spelen gewoon hun muziek in het Kromwil en het wordt opgenomen door het filmcollectief en het wordt live uitgezonden op de Slos. Ja, geweldig. En want gewoon een concert zonder publiek en dat maar gewoon gaan uitzenden, dat vonden jullie een beetje saai. Dus jullie hadden iets anders bedacht. En dat is drie avonden, begrijp ik. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat kunnen we verwachten? Nou, we hebben inderdaad twee avonden en één middag gevuld met van alles. Vooral de muziek inderdaad, maar ook heel veel eromheen. Samenwerken met andere verenigingen. We hebben een beetje inspiratie gehaald uit het Songfestival vooral. Okay. Als je naar een orkest zit te kijken in de zaal, dan kijk je lang naar muziek. En dat is het eigenlijk. Er gebeurt wel vaak nog wel een show-element of een zangeres of zo bij. Maar dan is het alsnog leuk in de zaal om er lang naar te kijken. Maar een tv-uitzending van 2 uur lang waar alleen maar muziek in is, dan haken mensen waarschijnlijk af. Dan is het een half uurtje leuk en dan heb je het al gezien. Dus we gaan veel verschillende interviews tussendoor doen. En zo hebben we bijvoorbeeld ook met Dansschool Chapeau gaan we een video opnemen met een dans die zij doen. Die kan uitgezonden worden, zodat dat een beetje afgewisseld wordt en het interessant gehouden wordt voor de kijker. Ja, dus als ik thuis zit te kijken, dan zit ik niet alleen maar naar de muziek te kijken. Precies. Maar dan komen tussendoor filmpjes, interviews, andere elementen. Ja. Ja, mooi bedacht, maar daar zijn jullie denk ik behoorlijk wat tijd mee kwijt, of niet, om dat ervoor te bereiden? Ja, dat klopt inderdaad. We zijn in maart zijn we eigenlijk begonnen om te kijken wat we nog kunnen doen dit jaar met de corona toen en wat we en nu. Dat is nog steeds dat we niet kunnen wat we willen. Ja. Dus toch op een andere manier alles vorm willen geven. Ja, en jullie zitten met z'n 7 in die werkgroep, begreep ik, hè? Ja, klopt inderdaad. En hoeveel tijd zijn jullie daarmee kwijt? Ja, we vergaderen om de week wel, toch wel een avondvullende vergaderingen zijn dat. Ja. En daartussendoor zit ook gewoon heel veel tijd met alles uitwerken, voorbereiden, uitzoeken. Ja, leuk. Wat ontzettend leuk dat jullie daar zo actief voor inzetten. En dus als ik het goed begrijp, hè, er zijn helemaal geen live concerten natuurlijk dit jaar. Dat is voor iemand die graag muziek maakt natuurlijk ontzettend jammer, want je wil natuurlijk laten zien en samenspelen en met het publiek. Dat is natuurlijk het leukste wat er is, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is gewoon iets wat je mist nu. Ja. Dus nu hadden jullie bedacht, dan gaan we echt even iets heel anders doen met elkaar. Ja. En dat is dus, want het is 20, 21 en 22 november, begreep ik. Dat is klopt. De bedoeling. Ja, klopt inderdaad. Ja. En nou gaf jij net al aan van, we hebben nu weer een beperking met hoeveel mensen we bij elkaar moeten zitten. Dus we moeten even kijken of dat allemaal haalbaar is. Ja, zoals het er nu voor staat, mogen we weer maar met 30 mensen in een ruimte zijn. Dus dat is voor ons wel een probleem, want het jeugdorkest en de harmonie, er zitten 60 leden in ongeveer, denk ik. Dus ja, we kunnen nu in 2 groepen repeteren. Ja. Maar voor het concert is dat natuurlijk niet de oplossing. Dus ja, we zijn aan het kijken of we ontheffing aan kunnen vragen voor dat weekend. Dat we dan toch met z'n allen
in de sporthal zitten we, dus is genoeg ruimte. Iedereen kan op 1,5 meter afstand van elkaar muziek maken. Gewoon al volgens alle protocollen. Maar die 30 mensen is nu een probleem voor ons. Precies. Maar we hopen dat we dat op kunnen lossen met ontheffing. En anders is het programma ook, zit het ook zo in elkaar dat het vrij makkelijk gewoon opgepakt kan worden. En 10 weekenden later opnieuw. Ja. Maar dat is niet wat we willen, toch? Het liefst niet natuurlijk. We willen het liefst gewoon aan dat weekend vasthouden. Alle leden kijken er nu naar uit. We kijken er zelf ook naar uit. Dus ja. En er zijn al heel veel voorbereidingen getroffen. Dat ook zeker, ja. Ja, want zoals ik het begrijp, wordt het een live uitzending. Ja, klopt. Het wordt inderdaad live uitgezonden, dus los. Ja, dus dat vraagt ook echt wel heel veel voorbereiding om dat op een goede manier te doen. Ja, klopt inderdaad. De samenwerking met filmcollectief Steenbergen, met het licht en geluid, met alles eromheen. Alles staat eigenlijk geregeld voor dat weekend. Dus het is natuurlijk het makkelijkste en het beste als dat gewoon door kan gaan op die manier. Ja. En dan zijn er interviews, hè, wat jij zei, en filmpjes al vooraf opgenomen. En die worden dan op de avond zelf ertussen gezet. Klopt, ja, bijvoorbeeld tijdens de orkestwissels. Dat duurt altijd even. Het ene orkest moet van het podium af. De andere moeten op. En nu zeker, nu de afstand gehouden moet worden, is dat even puzzelen. Dus dat zal allemaal iets langer duren. En om dat dan op te vullen, wordt geschakeld naar de presentatoren. En komen er interviews tussendoor en ook vooraf opgenomen filmpjes, ja. Ja, leuk. Want dat wordt natuurlijk een hele organisatie met looproutes en grote instrumenten. En dat klopt, ja. Bij het van podium af en podium op. Dat is ook allemaal belangrijk dat dat goed gaat natuurlijk. Ja. Ja. En het zijn 2 avonden in de middag, hè, zei hij al, ja, heel klopt, mooi. Inderdaad. Want op vrijdagavond 20 november, dan beginnen jullie om 19:30. En wat kunnen we die avond gaan verwachten? Die avond hebben we de optredens van Jong voor Harding, de percussiegroep en onze big band, de Percussie Swing Collective. Wauw. Dus die big band is ook heel groot of valt die nog mee qua omvang? Dat valt juist mee qua omvang. Dat zijn denk ik 25 muzikanten. Zoiets. Ja, dus dat zou net kunnen. Het heet big band, maar dat is een bepaalde setting muzikanten. Dat is gewoon een vaste bezetting en dat noem je dan een big band. Met verschillende instrumenten. Ja, precies. En dan op zaterdagavond om 8:00. En wat kunnen we dan verwachten, Teun? Op zaterdagavond zijn het Klein Orkest en het Harmonieorkest van Volharding aan de beurt. Dus dat zijn, het harmonieorkest zijn alle leden van de vereniging, zeg maar, die al jaren bij de vereniging zitten, alle volwassen leden. En het klein orkest is een beetje een opstapje daar naartoe voor volwassenen die op een latere leeftijd zijn begonnen met muziek maken. Okay. Die kunnen bij het klein orkest in een orkest spelen. En dan later daar blijven of doorstromen naar de harmonie als ze daar ambitie voor hebben. Ja, want de harmonie, dat is een van jullie grootste orkesten. Ja, ja. Ja, dus voor die avond zou het heel belangrijk zijn dat die ontheffing er zou kunnen komen. Ja. En dan op zondagmiddag, wat komt er dan? Wat kunnen we dan verwachten? Op zondagmiddag hebben we onze jeugd aan bod. Dus eigenlijk alles, muziekmaat, muziektiers, spelende wijs. Alles wat er bij de jeugd bij zit in één leuk programma. Ja, oké. Okay. En dat wordt een heel... Er wordt een hele interactieve show, wordt dat... Dus het zijn 3 keer ongeveer 2 uur, denk ik, hè, dat we dat kunnen zien. En dat kunnen we dan live op de Slos bekijken. Ja, en klopt. Spelen jullie zelf ook mee? Ja, klopt inderdaad. Ik speel zelf op zaterdagavond mee in de harmonie. Oké, leuk. En jij? Ik speel op vrijdagavond in het jeugdorkest en op zaterdagavond ook in de harmonie. Ja, dus jullie moeten ook veel repeteren nu? Ja, klopt. En organiseren, dus jullie hebben behoorlijk druk. Hebben druk, ja. Ja. Hey, en jij zei, jullie hadden het over interactief, want hoe maak je zo'n programma interactief? We hebben bijvoorbeeld op de vrijdagavond is de percussiegroep. Hun optreden staat helemaal in het teken van een spelshow. Mensen kunnen dan vooraf inloggen op een website. En tijdens die show worden vragen gesteld. Er zijn quizvragen, komen bijvoorbeeld bekende drummers in beeld. En dan kan je online je antwoord ingeven en uiteindelijk komt daar een winnaar uit. Oh, te gek. Ja, dus jullie hebben daar echt over nagedacht om daar een soort speelprogramma van te maken. Zodat het ook nog leuker wordt, extra leuk wordt om naar te kijken. Ja, boeiend, leuk. En... normaal gesproken hebben jullie natuurlijk een concert en dan kopen we een kaartje als bezoeker, als kijker. En daar halen jullie dan ook een deel van je financiering uit. Hoe gaan jullie dat dit jaar doen? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben natuurlijk nu geen kaartverkoop, dus een stuk minder inkomen. Maar wat we dit jaar verkopen, een kijk, luister en geniet pakket. Dus een groot blik vol allerlei leuke dingetjes erin. Het hebben dingetjes ook. En ook als steun voor de vereniging. Oh, te gek. Dus dat kunnen mensen aanschaffen, dat pakket? Ja, en waar en wanneer kunnen we dat doen? Het is voor €14,95 te kopen bij de Primera en de Albert Heijn in Steenbergen. Okay. En het blik is gevuld met genoeg lekkers voor 2 personen voor het hele weekend. Voor alle orkesten, voor alle concerten zit er wat in. Okay, dus dan zit ik met mijn blik op de bank en daar zit van lekkers in. En daar zitten ook dingen in om online mee te kunnen doen? Ja, bijvoorbeeld zoals ik net vertelde over de spelshow van de percussiegroep. Als je daarmee mee wil doen, dan moet je inloggen met een code. Die zit in mijn blik. De code staat in het programma
programmaboekje. En het programmaboekje zit inderdaad in het blik. Dus als je daarmee mee wil doen, dan moet je dat blik aanschaffen van tevoren. Wat ontzettend leuk bedacht. Ja, het kijk, luister en geniet pakket. Nou, dat klinkt toch al heel aantrekkelijk. Ja, ik zou hem al gelijk willen hebben. Ja, ik ook. Maar we kunnen vanaf, hij is vanaf 16 oktober is hij beschikbaar. Dus jullie kunnen hem gaan halen. Ja, klopt inderdaad. Ja, en het is natuurlijk een steuntje voor ons om de begroting rond te krijgen. Maar het is ook wel echt een aanvulling op het concert, denk ik. Dus het is wel echt waar voor je geld. Ja. En er zijn echt extra dingen die je niet kan ervaren, zoals je het pakket niet hebt. Dan mis je iets, ja, eigenlijk, van de hele experience. Ja. Ja. En daarnaast, een belangrijk ander argument is natuurlijk precies wat je zegt. Van ja, we komen inkomsten mis en lopen inkomsten mis. En uiteindelijk moet het allemaal betaald worden. Op deze manier kunnen we ook daarin ondersteunen voor dit hele initiatief. En die naam is ook zo leuk bedacht. Wie heeft dat bedacht? Weet iemand dat nog? Of is dat samen? Ja, we zijn in de werkgroep eigenlijk gaan brainstormen op een gegeven moment. Ook met Klank op de Bank. Dan gooi je wel dingetjes op en uiteindelijk kom je tot zijn naam. Ja. Hoe is die werkgroep tot stand gekomen? Want jij zei maart, dat is best wel snel eigenlijk. Na de afkondiging van die maatregelen hadden jullie al zoiets van, wij moeten iets gaan doen als volharding, want anders gaat het niet werken. Nou ja, normaal beginnen we ook rond die periode voor het jaarconcert. Ja. Dus inderdaad het clubje jaarconcert en een paar aanvullingen daarop zijn we dus met Klank op de Bank die werkgroep begonnen. Ja, dus jullie zijn eigenlijk vrij snel omgeschakeld van dat jaarconcert kan natuurlijk niet doorgaan, dus moeten we ook voor die andere concerten alternatief bedenken. Ja. Ja, en hoe we dat dan precies gingen doen, dat heeft al even geduurd. Maar ik denk dat we rond de zomervakantie wel een redelijk concreet plan hadden. Dus toen zijn we begonnen met het uitwerken. Dat is nog een hele klus, kan ik me zo voorstellen. Hè? Dat is zeker een hele klus. Ja, en die interviews, want hoe ver sta je? Want het is nu midden oktober. Hoe staat het ermee? Zijn jullie helemaal rond of moet er nog veel zeker gebeuren? Nog niet. Nee, zeker nog niet. Ja, wat moet er nog gebeuren? We hebben vooraf voor de promotie hebben we al een aantal interviews opgenomen met Walter Siel als onze dirigent en de burgemeester. En Leander Lebeau, de nar met de carnaval. Die hebben op de bank plaatsgenomen om bijzondere verhalen over volharding te vertellen. Die zij een keer meegemaakt hebben. Dus die zijn te zien op de Facebookpagina van volharding. Om zo een beetje in de stemming te komen. Leuk. En tijdens het concert zullen we ook dat soort interviews gaan doen. Dan staat de bank in de studio. Dus dan kunnen ook dirigenten van de orkesten bijvoorbeeld kunnen naar de studio van de presentatoren komen. Om daar een gesprekje aan te gaan. En wat te vertellen over hun eigen orkesten en de voorbereiding naar het concert toe. Leuk. We gaan ook nog video's opnemen met andere verenigingen. Dus zoals ik eerder al zei, met dansgroep Chapeau. Daarnaast ook met de stadsruiten die stadswandelingen door het centrum doen. Gaan we ook een video maken een beetje over de geschiedenis van volharding. Die ook tijdens de uitzending uitgezonden kan worden. De fotoclub Brabantse Wal maakt bij een nummer van het Harmonieorkest een foto-impressie. Die terwijl het Harmonieorkest dat nummer speelt, komen die foto's in beeld. Ontzettend leuk bedacht. Zo zijn we ook nog met andere verenigingen bezig. Creatief. Echt heel creatief. Fantastisch leuk idee. Misschien wordt het wel zo leuk dat we dit ieder jaar terug willen laten komen. Corona of geen corona. Nou ja, wie weet. We hopen natuurlijk snel weer met publiek ook. Ja, tuurlijk. Maar dit is wel zo ontzettend leuk bedacht. Dat je er zin in krijgt en er naar uitkijkt om er naar te gaan kijken. Ook me zo voorstellen. En jij gaf het al aan, hè? We hebben dan presentatoren met een woonkamersetting. En Koen Embrechts is jullie vaste presentator. Klopt. En ik begreep dat ik dan op zaterdagavond ook nog een rol mag vervullen. Ja, normaal als we het jaarconcert organiseren, dan staat er één presentator op het podium en die vertelt over de muziek. En dat is nu voor zo'n uitzending denk ik een beetje statisch. Dus dan halen we er nog een extra presentator bij. En op de zaterdag ben jij dat. En dan kunnen we een beetje de interactie aangaan. En ook met de orkesten en met de dirigenten. Dus dan kunnen we mensen in die woonkamer, zeg maar, eigenlijk tijdens zo'n orkestwissel ga je mensen interviewen. Een beetje achter de schermen in de red room of de blue room of hoe je het maar wil noemen. Oh, wat leuk. Wat ontzettend leuk bedacht. Die zondag, dat is meer een show, hè, begreep ik. Dan zijn alle jongste orkesten van de vereniging zijn samengevoegd tot één groot orkest. En dan wordt er een show met het thema Sinterklaas uitgevoerd. En daar zijn allemaal bijpassende liedjes bij en toneelstukjes tussendoor. Oh, wat geweldig. En dat zijn de kleinste deelnemers van de volharding. Klopt, inderdaad. Ja. Vanaf welke leeftijd zitten de kinderen op de volharding?
Je kan al lid worden vanaf een half jaar oud, geloof ik. Nou, de kleutermuziek begint al, maar die zullen we niet, die zullen we niet terugzien. Nee. Maar inderdaad. Ik denk dat de jongsten rond 7, 8 zijn. Ja. Weet ik niet zeker. Want jullie, zelf, jullie waren zelf ook heel jong toen je hierbij kwam. Ja, ja, klopt. Ik heb ook als blokfluitertje ooit, toen ik 8 was, op het podium gestaan. Ja. Maar het is wel goed voor je podiumangst om daar zo jong te beginnen. Ja, zeker waar. Dus, ja. Want hoe is dat? Wat neem je eens mee in dat... Dat gevoel dat je met zo'n enorm harmonieorkest op zo'n podium zit te spelen met elkaar, die muziek zit te maken. Hoe is dat? Ja, het voelt gewoon heel fijn en goed, omdat je werkt een lange tijd naartoe. En ja, dat weekend dat voelt gewoon magisch. Er staat een groot podium, er zit publiek, normaal gesproken dan met zo'n concert. En dat... Het is echt iets waar je naar uitkijkt. Ja, daar kijk je echt naar uit inderdaad. Ja. Je bent natuurlijk gewoon lid van die vereniging omdat het ook leuk is en je speelt muziek omdat je het mooi vindt en leuk vindt om te doen. Maar dat is wel een soort hoogtepunt normaal gesproken. Dat is inderdaad wel echt een hoogtepunt. Ja. En we gaan hopen dat we dat met dit Lank op de Bank ook zo kunnen bereiken. Ja, precies, dat is ook belangrijk inderdaad voor ons om het ook voor de leden van de vereniging wel echt als een belangrijk moment te laten voelen. Dat je wel alsnog die ervaring hebt van een echt concert. Dus dat alles goed is aangekleed, dat alles strak is. Dat het hele plaatje klopt, zeg maar. Ja, precies. Dat je echt weer even naar dat moment kan toeleven. Ja, dat magische moment, wat mooi gezegd, van om samen muziek te maken met het publiek. Ja. En misschien, want hoeveel mensen konden er normaal komen kijken op een concert? Ik denk normaal zo'n 600 publiek volgens mij. En nu hebben we de gehele gemeente Steenberg kan gaan kijken. Ja, precies. Ze verwachten duizenden kijkers nu. Zeker, ja. Dus dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En als je het ook nog daarna deelt op allerlei andere social media, kunnen mensen het ook nog terugkijken. En dan kan je heel wat kijkers bij elkaar halen natuurlijk. We hopen het. Oké, dus even de belangrijkste dingen op een rij. We kunnen een kijk-, luister- en genietpakket aanschaffen voor €14,95. Ja, klopt. Daar kan ik een heel weekend extra genieten van dit fantastische concert wat jullie gaan geven. Met verschillende orkesten. 3 dagen lang. Vrijdag, zaterdag en zondag. We kunnen jou 2 keer zien schitteren. We kunnen jou nog een keer zien schitteren. Dus reden genoeg om met z'n allen te gaan kijken. Zeker, ja. Fantastisch dat jullie dit hebben opgezet en dat jullie zoveel van je vrije tijd hier aan willen besteden. En hartstikke leuk dat jullie vandaag hier naar de studio wilden komen. Dank jullie wel daarvoor. Ja, graag gedaan. En we gaan met z'n allen kijken. En jullie bedankt voor het kijken vandaag. En dit was weer een aflevering van Hilde. Tot de volgende keer.